hebt nog steeds een kans om €1 miljoen te winnen, maar het hangt aan een zijden draadje. Je mag in welke stad? Bellen, dus hopelijk weet je het antwoord op deze vraag. In welke stad bevindt zich de Koninklijke Militaire Academie? Shit man. Ik om een of andere reden neig ik tussen Den Bosch en Maastricht. Mijn eerste ingeving was Den Bosch. En mijn Duits leraar zei altijd, als je een Duits examen maakt, eerste ingeving is meestal goed. Maar mijn eerste ingeving zei tegelijkertijd ook Breda en Maastricht. Dus waarschijnlijk is het Den Haag. Ja, eerste ingeving was Den Bosch, dan gaan we daar maar voor. Weet je het zeker? Je maakt het wel heel moeilijk, gast. Ja! Dat is het foute antwoord. Boeren. Shit, man. Ik heb jullie in de steek gelaten, kijkers. Ik weet het niet. Het is gewoon een moeilijk spel, oké? Nu tijd voor. Man. Nederlandse literatuur. Ik ben geen leraar Nederlands. Dit is niet mijn huis. Ik ga voor Charles Bukowski. Gewoon omdat je af en toe een risico moet nemen in het leven. Het ergste. Dat is een fout antwoord. Joost! Lul! Oeh, je bent kacheltje lam. Je bent helemaal Lazarus. Dus ik denk dan blauw. I'm blue, da -di -da. Ik ga voor blauw. Wat een rampzalig. Het is Cassie Weilen. Wat is dat dan wel? Kut, sorry. Ik zuig zo hard. Al mijn kijkers haten mij. Jee. Infanterist. Doen het. Dat is het foute antwoord. Toch Santa's. Ja, verdomme. Niet erg overtuigd. Ik twijfel echt aan Marie. Ik vind haar niet te vertrouwen. Ze is dat deze rolmarkt geweest, toch? Als dit niet het goede antwoord is, vermoord je. Echt waar. €3500. En het is fout. Kut! Hoer! We gaan gewoon voor Jack Sparrow. Waarom zou je dat het geloof bekeren? Geen idee, maar het moet wel. Ja toch? Anders zit ook geen relevante plotlijnen, denk ik. Heb je €4000? Koop maar voor je. Ik ben bang voor niets. Kutfilm. Ik ga hem ook niet meer kijken nu ook. Alle motivatie om ooit die filmserie nog in te halen is weg. Nu tijd voor Footsie. Ja, het zou ook kap na kunnen zijn, maar we gaan voor plut op. Je hebt wel lekker aangezet, toch? En het foute antwoord gekozen. Ja, je had 50% kans het juiste antwoord te geven, maar dat heb je niet gedaan. Wrijf het er maar in. Wrijf het er maar in. Ben je er klaar voor? Ik ben niet emotioneel stabiel genoeg om dit spel te spelen voor echt geld. Echt waar, ik ga kapot. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote. Hoe wordt een 4-wiel aangedreven auto aangedaan? 2x2 neem ik aan. Iets in mijn hoofd zegt dat 4x4, maar 2x2 is wel logisch. 2 voor, 2 achter, 2x2. Helaas. Het is toch 4x4? Maar waarom dan? Waar zit daar de logica in? Ben je klaar voor? Sonja Barend zegt me vaag iets. Als het Lydia rood was, hadden ze toch niet het meisje met het rode haar genoemd. Het is gewoon de rode rijer, Weet ik veel, we gaan voor Sonja. Helaas, dat is... Hannie schaft. Afschaffen die vrouw. Ben je er klaar voor? Dan is het nu tijd voor... Oh man, we gaan echt nooit bij de miljoen komen, of wel dan? Jolly Jumpers te lijp. Ik ga denk echt gewoon voor Americo, maar... Het ziet er ook uit als een amber dat ze erin proppen. Gewoon voor de grap. Van, het is paard van Sinterklaas. Natuurlijk is dat het niet. Ik ga toch voor Americo, denk ik. Maar als het witje is, ik vermoord een klein gezin. Oh nee, dat is fout. Je gaat met lege handen naar huis. Kut. Zal Borsato getrouwd zijn met een actrice? Ja, sneller dan Van Basten in ieder geval. We gaan voor Borsato, I guess. Dat is niet het juiste antwoord. De enige Marco die ik niet ken. Marco maar een eindtop. Wie de fuck is Marco Bakker? Oeh, wat is het beroep van Henk de Mol, de adoptievader van Alfred J. Dockerskwak? Ik heb toevallig laatst nog een beetje op stream die muziek van Alfred J. Dockerskwak gedraaid. Maar dit is wel een hele moeilijke vraag. Ik ga er gewoon vanuit, hij dezelfde vader heeft als Jezus Christus, dan is hij een soort van timmerman. Nou, gokje toch. We zien molenaar, we gokken er gewoon. Helaas, dat is fout. Je moet een keer gokken. Ik kan niet bij vraag 2 opleidingen gaan inzetten, kijken. En dan haal ik miljoen nooit. Dan Rick, je haalt dat miljoen sowieso nooit. I know, ik ben een wrak. Hoe noem je een langwerpiger met roomgevoelde soes die met chocolade is bedekt? Dat is een morkop. Je had €500. Toch? En daar blijft het bij, want je antwoord was fout. Ik ben gewoon echt... Niet eens nagedacht dan gewoon morgen op. Hé, dat klinkt bekend. €100. Wat betekent het woord coolie in Indonesië? Oef. Zwerver, burgemeester, shower of grappenmaker? Ik denk grappenmaker. Helaas, dat is fout. Shower? Is het een woord dat ik zou moeten kennen? Was het geboorteland van zanger Helmut Lottie? Het zal wel gewoon Duitsland of Oostenrijk zijn, toch? Het spijt me, maar dat is fout. Dat is België, I don't know man. De achternaam klonk echt heel erg Duits. Naar welke atleet is de ruglinkse sprong over de lat bij het hoogspringen genoemd? Zeg maar, de enige van deze namen die me iets zegt is Jutchenko. Of Salcio. Ik wil die 16.000, maar aan de andere kant, we moeten gewoon door. We moeten die hulplijn bewaren voor als we nog een keer die miljoen willen pakken. Ik ga al in op Jutchenko. Ja, ik ga het doen. Denk ik. Ik ga het doen. Hou me vast. Nou, pak mijn hand alsjeblieft, kijker. Ik heb geen idee of jij het wel weet, maar pak alsnog mijn hand eventjes. Dit is een momentje voor jou en mij samen. Oké, ik ga het doen. Als dit antwoord klopt, ga je naar huis met minstens 16.000 euro. Kut! Ik hoop maar dat je mijn hand hebt vastgehouden, want ik heb er toch een potje verdrietig. In principe, lichten is natuurlijk ook een ander woord voor optillen en trekken. Dus ik weet dat je inderdaad vroeger had je trekschuiten met paarden. En dat lichtend pad heel logisch is voor ja, het feit dat ze tillen. Dus ik ga voor lichtend pad. Oh nee, dat is fout. Je gaat met lege handen naar huis. Waarom hebben jullie een keer van die antwoorden die best wel logisch klinken, maar dan niet zijn? Ik vind het echt jammer van jullie. Voor Weekend Miljonairs. Wil ik dit nog wel? Hey, dit weet ik. Nice, een vraag over Stratego. Dat is goede shit. Welke pion moet je veroveren om te winnen bij het sportspel Stratego? Nou ja, als je een maarschalk verovert met je spion, dan gaat het zeker goed. Ik vrees het ergste. Dat is een fout antwoord. Oh. Natuurlijk. Ik dacht even dat ze iets zeiden over welke spion moet je... Ik heb ergens het woord spion gelezen en ben toen blind op Mars. Natuurlijk is het een vlag. Oh my god. Rick, hoe functioneer jij op een universiteit? Ik heb geen idee, man. Echt geen idee. Je hebt 500 euro. Wat is een raddraaier? In principe is waarzegger logisch, aangezien je maar wat doet. Dat je een raddraaier ook wel een waarzegger noemt. Zullen we het gewoon gokken? Want we hebben toch al zo vaak dingen fout gehad en we kunnen dit er nou bij gooien. Ik gooi het aan raddraaier en ik draai zelf aan het rad. Ik denk dat het een waarzegster is. Oh nee, je hebt een fout antwoord. Waarom dan? Ben je er klaar voor? Dan is het ik ben echt zo'n sukkel die in het tv-programma letterlijk gewoon afgaat bij 1000 euro. Ik moet echt even... Ik weet dat er is een nummer over een Laura. Maar is dat al uit 1797? Dat is vooral een beetje de vraag. Ik zit nu aan Nick en Simon. Ik heb gewoon in mijn hoofd Nick en Simon. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een andere, maar doet het pijn. Ja, het zou echt gewoon iedereen kunnen zijn op dit moment. Everyone's game right now. Ik weet dat er een nummer is over Laura. Ik wil je in mijn aura. Marloes onder de douche, precies. Ik ga voor Laura. Wat een rampzalig. Is het zijn oma? Oma, ik hou zo van jou. Gekker, echt. Ik weet dat ze heel veel incest doen en zo daar, maar... Die seks dan met zijn oma vind ik wel jammer van je. Dat is heel erg. Vind ik persoonlijk erg jammer. Hier is de eerste vraag. Op naar het grote geld. Wat draagt iemand spreekwoordelijk als hij een slecht humeur heeft? Een koeienuier, een bokkenpruik, een geitensik of een olifantenhuid? Een olifantenhuid houdt in dat je heel veel shit kan hebben. Dus dat gok ik niet. Ik heb voor de rest echt geen idee. Ik heb nog nooit van dit gekke spreekwoord gehoord. Ik heb iets misgegaan op de basisschool waarin ik veel spreekwoorden heb behandeld. Ik denk een geitensik of een bokkenpruik. We gaan voor geitensikkie. Dat is geen goed begin. Nou, ik had in ieder geval... antwoord. Het was mijn tweede keuze, hè. 0 euro gewonnen. En hier komt vraag 6 voor 1000 euro. Concentratie. Nou, ik neem niet net dat de eerste Nederlandse stoomlocomotief de Orient Express heet. Thalys. Nee, dat is sowieso Frans. Ik vind De Arend wel vet. Maar vandaag de dag, vroeger kocht je altijd Railrunners, dat waren kaartjes voor kinderen. Dus in principe zou je dan zeggen dat de Railrunner is, en dat was een throwback naar de eerste stoomlocomotief, nog steeds de kaartjes zo noemen. De Arend zou ook gewoon kunnen. Ik denk dat Orient Express en de Thalys vallen sowieso waarschijnlijk wel af. Laten we toch even de 50-50 inzetten. Later gebeurde er toch niks met dat ding, dus... Oké, je wilt je 50-50 inzetten. Geen probleem. We hebben even of Railrunner of De Arend weg. Alsjeblieft. Zodat het juiste antwoord en 1 fout antwoord overblijven. Ja, kut. De Arend is wel de enige Nederlandse. Zou ik haast zeggen, als het een Nederlandse is... Weet je wel, doe dan allemaal andere dingen eromheen om het een beetje te maskeren. Aan de andere kant, wie noemt de eerste Nederlandse trein nou weer een Engelse naam? Ik ga voor Railrunner. De Arend is ook een rare naam voor een trein. Nou, hij vliegt helemaal niet. Je hebt 2 foute antwoorden verwijderd en het foute antwoord gegeven. Waarom doe ik dit iedere keer? Iedere keer de 50-50 erop en het dan kapot maken. Oh man. Dan is het nu tijd voor het weekend miljonairs. Meer een goede naam voor het eerste vliegtuig, of niet dan? Hier vindt het ergens op de lijken. Wat is de kans dat de 50-50 zo vaak naait? Het juiste antwoord op de volgende vraag. Welke band zong de song It Must Have Been Love voor de film Pretty Woman? Ik ken alleen You Two. It's You Two. Weet je het zeker? Ja. Dat is het foute antwoord. Kut, sorry. Ben je klaar voor? Nog een potje naar mij. Nog een potje naar mij. Weekend miljonair. Ik wil gewoon binnen. Wat slaat spreekwoordelijk op een varken als je grote onzin verkoopt? Geen idee. Een tak? Dat was nog maar de derde vraag en je hebt een fout antwoord gegeven.